De Bouwagenda podcast. Welkom bij deze podcast van de Bouwagenda over leiderschap. De Bouwagenda is opgericht om ervoor te zorgen dat de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de gebouwde omgeving gehaald gaan worden in 2050. Dat vraagt wel om een revolutionair andere aanpak, want om daar te komen moeten we 1000 woningen per dag gaan verduurzamen. En hoe komen we daar? De Bouwagenda heeft hard gewerkt om de condities daarvoor op orde te brengen. Innovatie staat op de kaart, er is veel geld beschikbaar gekomen om daarin te investeren. De bouw praat mee in Den Haag en we maken eerste stappen op het gebied van anders aanbesteden, zoals in de renovatieversneller, maar ook op het gebied van bruggen en sluizen. En de vraag is, blijft de trein vanzelf rijden met al deze condities op orde? Etty Schippers, directeur van de Bouwagenda, denkt dat er nog iets extra's nodig is. Het vraagt namelijk om doorzetten en om leiderschap. In deze podcastserie gaat zij op zoek naar wat dit precies moet zijn. Dit is een bijzondere aflevering van deze podcast, om meerdere redenen. De eerste is dat toen ik aan deze reeks begon, ik meteen wist dat ik deze aflevering ging maken. Het idee kwam in een gesprek met Suzanne van Veen, verander- en interventiekundige en mijn leiderschapscoach van de afgelopen jaren. Ze is te horen op de aflevering met Rob van Wingerden. En Suzanne vroeg mij in een brainstormgesprek of ik het leiderschap dat nodig is voor de volgende fase in de energietransitie al zag in iemand. En toen zei ik meteen ja, bij Helene. Helene Herbert. Zij is CCO en CHRO bij Heijmans en daarmee verantwoordelijk voor zowel de commerciële als de menselijke kant van het bedrijf. Ik ontmoette Helene ongeveer 2 jaar geleden. Zij was dagvoorzitter van de Vrouwenklimaattop bij de SER. En ik was meteen onder de indruk van haar energie, haar positiviteit en vooral de manier waarop ze ons allemaal op een leuke manier mede verantwoordelijk maakte voor het slagen van de dag. Helene was de afgelopen jaren ook betrokken bij de Bouwagenda op het thema ontwerpen vanuit een integrale visie. Dat heeft geleid tot het mooie boek van Caroline Gerels en Ben van Berkel met de door Rob van Wingerden bedachte titel Wat wij willen is nog nooit gedaan. Echt een aanrader. Wat wij willen is nog nooit gedaan vraagt ook om een bepaald type leiderschap. En in deze aflevering onderzoeken wij met Helene hoe zij dat doet. Deze aflevering is ook bijzonder omdat we hem om technische redenen opnieuw moesten opnemen. Hierdoor kon Suzanne er helaas niet bij zijn. En toch is de tweede keer een beter gesprek geworden. Omdat het echt een zoektocht is, maar we ook zo concreet mogelijk proberen te achterhalen wat het is wat Helene doet en wat ik en jullie daarvan kunnen leren. Ook bijzonder is dat het burgemeesterschap in Helene en mijn leven een bijzondere rol speelt. En de laatste bijzonderheid is dat dit de laatste leiderschapspodcast is onder de vlag van de Bouwagenda. Maar ik heb de smaak te pakken. Dus wie weet komt er een vervolg. De vorige keer dat wij elkaar eigenlijk spraken was het Nationale Complimentendag. En toen zei ik tegen jou, eigenlijk is dit gesprek mijn compliment aan jou. Hè? Dus toen iemand aan mij vroeg in mijn zoektocht over leiderschap, wie doet het nou wel zoals je denkt dat het moet? En toen zei ik, nou, Helene. Maar wat dat dan precies is, nou, daar wil ik vandaag graag met jou naar kijken. Maar zou je misschien eerst nog iets over jezelf willen vertellen voor de mensen die je niet kennen? Natuurlijk wil ik dat. Mijn naam is Helene Herbert. Ik werk bij Heijmans. Doe dat in een rol waarin ik eigenlijk 2 functies met elkaar verenigd heb. Ik was al CCO, commercieel directeur van Heijmans, waarin ik eigenlijk vooral bezig ben met strategieën, de langetermijn relevantie van ons bedrijf, maar eigenlijk ook onze sector. En sinds 1,5 jaar combineer ik dat met de baan als directeur HR. Dat klinkt voor sommige mensen als een hele rare combinatie. Ik vind dat zelf eigenlijk heel logisch, want ik zeg nu altijd maar, ik ben van strategie en organisatie. En dat doet er nogal toe. Hè? Ja. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik kan me ook voorstellen dat je bepaalde type mensen nodig hebt om je strategie te bereiken. Dus daar
Het koppelt zeker aan mensen, wat natuurlijk het domein is waar HR zich druk om maakt. Ik mag hopen dat iedereen dat overigens doet in ons bedrijf. Ja. De mensen zijn niet van HR. Nee. Maar eigenlijk gaat het mij ook heel erg om hoe je je organisatie goed gesteld hebt. Dus waar zitten de prikkels in je organisatie? Wat zijn eigenlijk de helden in je bedrijf? Wat voelen mensen als succes? En hoe zorg je ook tot op het meest banale niveau dat je het over de goede onderwerpen hebt als je in de verschillende managementteams praat? En voor mij zijn dat allemaal zulke relevante thema's gekoppeld aan je strategische doelen, dat het prachtig is als je dat in één portefeuille bij elkaar mag pakken. Wil je ook nog iets zeggen over waar je vandaan komt? Van hoe je bij Heijmans terecht bent gekomen? Want je komt oorspronkelijk niet uit de bouw, hè? Nee. Ik ben inderdaad niet van oorsprong een bouwer. Ik heb voordat ik bij Heijmans kwam 16 jaar bij de Nederlandse Spoorwegen gewerkt. En ik ben een ontzettende gamma, zoals ze dat noemen, een generalist. Ik heb ooit technische bedrijfskunde gestudeerd. Nou, dat is typisch zo'n studie die je doet als je heel veel dingen leuk vindt en niet zo goed kunt kiezen of niet zo goed wilt kiezen. Ik ben een veelvraat wat dat betreft. En dan vooral over de vraag hoe eigenlijk de dingen die in mijn beleving belangrijk zijn in onze samenleving, hoe je daar elke dag iets praktisch aan kunt bijdragen. En je kunt je dan vast voorstellen dat ik bij de spoorwegen daar ook iedere dag heel veel voldoening uit kon halen. Want dat doet ertoe. Hè? We rijden die treinen, vervoeren we weer elke dag 1 miljoen mensen. En daarmee heb je de mobiliteit van Nederland eigenlijk als grootste thema. En in de bouwsector, of daar waar wij ontwikkelen en bouwen, gaat het natuurlijk dan heel mooi over hoe de gebouwde omgeving in Nederland ondersteunend is aan al die opgaves die er voor ons liggen. En dat zijn er nogal wat. Hè, dus hoe gaan we die energietransitie nou echt doorvoeren? Hoe gaan we nog iets minder dan 1 miljoen woningen toevoegen? Hoe doen we dat met droge voeten, maar ook met voldoende vruchtbare grond waar dus wel water in zit? En nou, kortom, allemaal dingen. Ik kan die lijn nog veel langer maken. En dat geeft mij iedere keer het gevoel van dat we dus op een heel relevant vlak werken. Nou, dat vind ik fijn. Dat is wat mij voedt. Af en toe fantaseer ik dan ook over wat ik ga worden als ik later groot ben. En dan zeg ik tegenwoordig van, nou ja, dan wil ik burgemeester worden. Want eigenlijk is dat waarin het nog weer voor mij een stapje dichter bij de mensen uitkomt. Hè, van hoe zorg je nou dat je uiteindelijk een gezonde samenleving bouwt en in stand houdt. Dat zie ik dan ook maar als mijn rol in het leven om daar iedere keer weer een plek bij te zoeken waar ik dan weer met heel veel enthousiasme in aan het werk ben. En dat burgemeesterschap, dat is voor mij ook iets bijzonders. Hè? Mijn vader was burgemeester. En die was ook altijd wel heel erg, ja, het heette toen misschien ook nog wel iets meer boven de partijen. Oh ja. Ik denk dat het misschien nu iets, zouden we in de huidige tijdsgeest iets meer zeggen van tussen de partijen, denk ik ook. Hè? Dus als een van iedereen, onafhankelijk, daar zit ook wel iets, vind ik altijd, in het burgemeesterschap, wat het wel ook echt wel bijzonder maakt. Is dat iets wat jou ook aantrekt? Dat is denk ik spot on waar mijn, op zijn minst mijn fantasie over gaat. Want ja, laten we eerlijk zijn, hoe goed kun je je nou voorstellen wat een bepaalde baan, of bij de burgemeester gaat het over een ambt, hè, ja, wat een zeker ambt nou precies inhoudt als je er zelf nog niet echt in hebt gezeten. Maar mijn fantasie is inderdaad dat de grote opgave is hoe je gezamenlijkheid blijft voelen in een landschap wat ook ingevuld wordt met partijstandpunten, met een coalitieprogramma, met een kortjarig behoefte om succes te hebben, waar ik allemaal niet tegen ben. Maar er zit allemaal een risico in dat het versnippert in de breedte en versnippert op de lange termijn doelstellingen. Ja. En mijn ambitie is juist zo erg om iedere keer waar dat aan de hand is, om weer te kijken hoe je toch dan elkaar kunt versterken. En niet tegenover elkaar komt te staan. En dat is natuurlijk omdat ik er zo in geloof dat je niet moet hebben dat mensen uitstappen. Niet in de hele samenleving en ook niet in onze sector. Want dat uiteindelijk je elkaar allemaal nodig hebt om die onwijs ambitieuze doelen te bereiken. Dus het heeft geen zin om terecht te komen in strijd. Ja. Tenzij het een korte strijd is die dingen op scherp zet, waardoor je daarna weer weet hoe je verder moet. Ik hoef echt niet eeuwig in harmonie te leven, maar ik wil wel graag dat als er strijd is, dat die nuttig gemaakt wordt. Ja, en ik vind dat ook wel echt een hele mooie die je zegt. Zorgen dat mensen niet uitstappen. Ja. Dus het liefst wel inderdaad gewoon met z'n allen verder, maar dan ook dat inderdaad als een soort van grens of zo.
Je wilt dat mensen, tenminste dat wil ik graag, ja. Klinkt wat pretentieus, maar wat ik graag wil is dat ik zie dat iedereen voelt dat het ertoe doet wat jij te bieden hebt en wat jouw mening over dingen is. En dat dat nooit het eind van het verhaal is, maar dat dat het begin is waardoor je samen iets gaat doen. Dat is niet wat vanzelf ontstaat. Dus ik denk dat daarin helpt als je of tenminste voor mijzelf merk ik dan dat ik op twee dingen inzet. Ik zet graag in op de stip op de horizon waar iedereen eigenlijk wel van snapt. Van, oh ja, daar vinden we ons allemaal in. Ja. En in mijn beleving is het altijd zo dat je iets kunt vinden waar iedereen belang bij heeft. En waardoor het de moeite waard wordt om samen met anderen te willen bewegen. Dus dat is het ene, dat langetermijn inhoudelijke doel. Mag ook een soort ideaal zijn. Ja. Het tweede is over hoe je daarin het gesprek op een goede manier blijft voeren. En echt nieuwsgierig blijft naar elkaar. In plaats van dat je vanaf de eerste minuut begint te tetteren over wat jij zelf allemaal zo zeker weet. Want daar zit nooit het geheim voor de verbinding. Nou ja, en ik denk dat, dat die twee dingen met elkaar, hè, dus en dat langetermijn, nou ja, het ideaal, hetgeen waar mensen allemaal inspiratie in kunnen vinden, en het begeleiden of het stimuleren dat mensen echt nieuwsgierig naar elkaar blijven en dus samen sterk, dat is wat ik eigenlijk hoop dat ik elke dag waar ik ook ben, dat ik dat een beetje kan helpen vinden of toevoegen. En is dat dan ook, deze podcast gaat over leiderschap. En volgens mij heb je al heel wat ingrediënten zo even in hele korte tijd genoemd hoor. Maar is dat dan ook voor jou waar dat over gaat? Is dit leiderschap dan ook? Voor mij zijn dit in ieder geval de dingen waar ik mij ook het meest verwant mee voel. Ik zie in mijn eigen bedrijf hoe fijn het dan is als er dan in de buurt ook nog iemand is die bijvoorbeeld heel veel lef heeft. Ik zou dat niet als een woord zeggen wat ik meteen op mezelf zou plakken. En ik heb gemerkt, zeker in een sector waarin het ook heel erg gaat om actie en de korte termijn resultaat. Hoe belangrijk het is dat er dan ook mensen zijn die op een bepaald moment zeggen, oké, maar wat gaan we dan nu doen? Laten we het nog eens even uitdagend zetten. Hoe gaan we er hier nou iets onderscheidends in doen? En dus de mensen die het allemaal weer net even challengen, dat... Ik vind het heel fijn om met dat soort mensen samen te werken. En daarin zijn we nooit elkaars concurrent. Het versterkt elkaar alleen maar. Wat zouden nou eigenlijk je tegen dat soort mensen, hè, die dus iets meer in die actiemodus en zeggen van ja, maar wat en nu concreet? En hoe zou jij dan de waarde beschrijven van wat jij daar dan weer aan toe wil voegen? Ja, ik denk dat... Er komt even iets in me op om het woord de diepere laag, de emotie bijna die eraan verbonden is. Wat ik heel vaak merk is dat een heleboel acties of dadendrang van mensen, dat direct volgt uit iets waar ze zich verschrikkelijk zorgen over maken. En ik denk altijd maar, je kunt maar beter dan even op tafel hebben. Waar maak je je nou eigenlijk zo zorgen over? Voordat je met z'n allen gaat rennen op dat wat die persoon denkt, dit moeten we gaan doen. Dus ik vraag regelmatig aan collega's, als we het over heel belangrijke thema's gaan hebben die nogal hoog over zijn, bijvoorbeeld het werken van de toekomst, hè, hoe zien we dat eigenlijk voor ons, of het kan ook iets kleiners zijn, hè, gaan we wel of niet aanbieden op een spannend contract. Meestal hoor je nogal ferme taal in mijn wereld. He, van dat gaan we niet doen. Of dit en dit moeten we. Dus er wordt vaak of nogal zo hermetisch. Werkt het nou eenmaal niet. Ja. Of weet je wel, dus ja. Dat. En, ik associeer dat ook meteen met dat er dan vaak ook behoorlijk verbaal geweld, zeg maar, aan te pas kan komen. En daarvan zeg ik bijvoorbeeld ook heel vaak, wat fijn dat ik kan nu meteen voelen dat jij je hier dus echt heel druk om maakt. Kun je nog even aan me toelichten wat dat is voor jou? Hè? Waar maak je je echt zorgen over? Want als ik jouw zorg ken, kan ik jou beter helpen om te weten hoe we daar op een goede manier aandacht aan geven. Maar geef mij dan ook de ruimte dat ik mee mag denken over wat een slimme actie is. In plaats van dat iemand die een zorg heeft of iets heel stellig wil, de hele wereld gaat dirigeren. Vaak onbewust trouwens. Ja. Mensen zijn zich vaak helemaal niet bewust van wat bijvoorbeeld hun hiërarchische positie, wat dat voor impact heeft op hun omgeving. Ja. En voordat je het weet, heb je daarmee een kudde mensen achter je aanlopen die alleen maar dingen doen omdat jij hebt gezegd dat het moet. Ja, ik vind dat zelf heel spannend.
Dan denk ik, je mag toch hopen dat in een bedrijf waarin je veel mensen verzamelt die echt veel intelligentie hebben en veel ervaring, dat zij allemaal zelf helpen nadenken wat goed is om te doen. En niet om daarna allemaal een eigen richting te kiezen, maar om mee te blijven denken en samen eigenaar te zijn van wat nou uiteindelijk slim is om te doen. En dus meer doen dan alleen maar de instructie opvolgen die iemand anders heeft uitgevaardigd, zonder dat het duidelijk is waarom dat eigenlijk de bedoeling is. En dus weer terug naar jouw vraag. Jij zegt, wat voeg jij dan toe? Of ik geloof dat je dat vroeg. Ja. Ik denk dat ik vaak een soort ondertiteling uiteindelijk toevoeg in ons bedrijf. We gaan dit en dit doen, omdat we hierin geloven en dat willen voorkomen. En soms kom ik er ook achter dat dan de actie die eerst bedacht was, dat er best ruimte is om een andere actie daarvoor in de plaats te zetten, omdat we eigenlijk een beter gesprek hebben gehad over wat nou eigenlijk de bedoeling is en wat de zorg is. Ja. En daarmee heb ik het idee dat je daarmee ook, als het lukt om dat met elkaar uit te wisselen, dus die diepere laag, dat je ook veel sneller tot overeenstemming komt over de eerste stap. En misschien al een tweede stap. Want ik vind het ook niet zo interessant om al naar die hele toekomst toe, om een 30-stappenplan al klaar te hebben. Je weet zeker dat er dingen gaan gebeuren die ondertussen anders lopen en waar je verrast door raakt. Nou, hoera! Laten we dan vooral dus zorgen dat we één stap wel koppelen aan ons einddoel, maar daarna weer even kijken, wat is nu de volgende stap? Ja. Nee, en dat ik zat inderdaad te zoeken naar hoe je dan ook eigenlijk aan mensen die dit misschien dus vanuit zichzelf niet zo doen, eigenlijk dan uitlegt wat ook de meerwaarde is van dit dan wel te doen. En daar zeg je dan eigenlijk ook van, we hebben dan ook een verhaal onder waarom we iets doen. En dat maakt het voor ons allemaal makkelijker om daar in mee te gaan. Of om dat, zeker. Maar ik denk ook dat, jullie kennen vast ook wel van die situaties, dat er een spannend onderwerp besproken gaat worden, bijvoorbeeld in een team. En dat mensen van tevoren eigenlijk al aan het bedenken zijn hoe er toch in ieder geval iets uit gaat komen wat zij graag willen. En dat is ook altijd vanuit heel goede bedoelingen. Omdat zij echt denken dat dat het allerbeste is wat er gekozen moet gaan worden. Maar voordat je het weet is iedereen daarmee zo druk bezig met zijn eigen agenda. Of haar eigen agenda. Dat het helemaal niet meer lukt om in het gesprek zelf te komen tot een verkenning. Want wat is nou eigenlijk wat wij samen belangrijk vinden? Of wat moeten we? Waar zitten de zorgen van verschillende mensen? En dat betekent dat ik heel vaak heel veel voorwerk doe voor allerlei overleggen. Om eigenlijk bij iedereen even los in gesprek te gaan. Waar maak jij je nou verschrikkelijk zorgen over? En wat is waar jij echt in gelooft? En ik kies er bijvoorbeeld regelmatig voor om dat eigenlijk zonder de namen erbij te noemen, wel allemaal terug te geven in een team waar uiteindelijk een besluit genomen moet worden. Zodat iedereen kan voelen, ik ben gehoord. Ik herken dat hier de belangen die ik heb, dat die hier goed in meegenomen zijn. Waardoor je in het team vervolgens rust en ruimte hebt om dan het gesprek te voeren. Oh ja, maar hoe gaan we nou samen dan iets kiezen waar we ons allemaal aan kunnen verbinden? Want dan hoeven mensen niet meer hun eigen standpunt zo ferm te maken, want dat is al gehoord. Ja. En ik merk dat we daardoor veel sneller over heel lastige besluiten tot een beslissing komen of een soort kader neer kunnen zetten waarbinnen we weer verder kunnen. En dan heb je eigenlijk veel meer gezamenlijke kracht. En dat is nodig, want niemand kan in zijn eentje richting de toekomst sturen. Het kan soms misschien ook wel het gevoel geven dat je er dus ook niet alleen voor verantwoordelijk bent. Hè? Want soms kan natuurlijk ook wel uit angst of uit zorgen of uit gevoel voor verantwoordelijkheid. Van joh, zo gaat het niet goed en daar moet ik dan nu dus dan alleen voor. Dat dan dus ook van iedereen eigenlijk. Zeker. En dat zijn natuurlijk allemaal van die basislessen als je samenwerkingen wilt opzetten, hè, tussen allerlei verschillende partners. Dat je maar beter van elkaar kunt weten wat het belang is van al die partijen. Dat weet iedereen. Alleen het is verrekte lastig om dit gesprek goed te voeren. Het voelt ook vaak een beetje spannend om je echte belang op tafel te leggen. Om het echte belang. Want ik denk ook wel dat jij zegt inderdaad dat weet iedereen. Kijk, we weten vaak ook wel in samenwerkingen wat het belang is waarvoor iemand moet staan. Het belang, die laag daaronder, om die ook echt op tafel te krijgen. Dat gebeurt vaak weinig. Dus daar zit wel echt iets om ook. En ik denk, als je het dan ook hebt over lef, dan vraagt het aangaan van dit soort gesprekken volgens mij ook ergens wel echt lef.
Ja, dat is interessant dat je dat woord dan toch daarop plakt. Ik snap helemaal wat je zegt. Dit is precies hetzelfde als dat mensen dan vaak zeggen... Goh, wat durf jij je toch kwetsbaar op te stellen, Helene? En dan zijn ze helemaal verbaasd. En dan denk ik, goh, maar dat is nou voor mij... voor mij voelt dat niet kwetsbaar. Ik zou me kwetsbaar voelen als ik zit te bluffen. Dus ik vind het makkelijker om uit te spreken waar ik twijfel heb of waar ik het gewoon nog niet weet. Maar blijkbaar komt dat dan, noemen mensen dat kwetsbaar. Dus je ziet ook maar van hoe woorden soms ook een verschillende beleving oproepen. Ja. Trouwens heb ik vaak ontdekt dat woorden je vreselijk in verwarring kunnen brengen. Omdat je denkt dat je elkaar begrijpt, maar uiteindelijk blijkt dat je totaal iets anders bedoelt. Want we gebruiken wel dezelfde woorden, maar die betekenen toch iets heel anders dan. Oh, dat komt echt zo vaak voor. Ja, klopt. Ja. En maak je dat dus dan ook wel eens expliciet? Of? Altijd, ja. Ja. Ik ben altijd op zoek naar wat bedoel je nou eigenlijk als je dit en dit zegt. Ja. En ik probeer ook ik probeer eeuwig goed te luisteren en ook meteen uit te spreken als ik ineens zelf in een gesprek erachter kom. Oh, ik ontdek nu dat ik volgens mij tot nu toe een andere interpretatie had gegeven aan wat jij zei. Even checken of dat klopt. Dus ik ben eigenlijk continu bezig om te checken. Hebben we nog een klik? Dus snappen we elkaar nog? Ja. Ik denk ook inderdaad dat ik dat meer dan gemiddeld doe. En dat inderdaad, terwijl ik onwijze kletser ben, dat heb je al wel gemerkt. Maar dat ik eigenlijk dus ontzettend op luisteren sta. Omdat ik het. Ja. Ik zou er heel bang van worden als ik het gevoel heb dat ik niet heb begrepen wat iemand bedoelt. Dus ik heb heel erg de behoefte om iedere keer te checken, begrijp ik nou goed wat jij bedoelt? En als je dan toch even zegt van daar zou ik bang van. Wat is dan de consequentie van het feit als je dat dan niet zou weten? Dat je... Ja, dan voor mij zou ik dan helemaal uit de samenwerking of uit de verbinding zijn. Ik heb blijkbaar altijd de behoefte om te voelen dat ik aan iemands zij kan staan. Omdat ik altijd ervan uitga dat wij samen sterk proberen te zijn. Dus als ik met collega's binnen Heijmans, waar ik werk, als ik daar gesprekken voer. Is mijn aanname en uitgangspunt dat wij samen slimme dingen proberen te doen voor Heijmans. En met een beetje mazzel ook nog voor de hele gebouwde omgeving en de sector in Nederland. Want voor mij zijn dat dingen die vrij dicht op elkaar liggen. Ik geloof er niet in dat Heijmans succesvol kan zijn als de sector niet succesvol is. Of in een kwaad daglicht staat. Dus ik ben er altijd op uit om dingen te doen die demonstreren dat Heijmans deugt en in goede en te rechtvaardige intenties heeft. En dat daarmee ook voor de hele sector geldt. En als dat je aanname is. Ik zit dus altijd heel open in gesprekken te onderzoeken. Goh, maar wat is dus wat jij voor ogen hebt? En dan kan ik erachter komen dat ik echt een andere mening heb over iets. Of in een ander geloof. Ja. Maar dat is dat is nooit de start van mijn gesprek. Ik ga er eigenlijk vrij lang van uit dat wij het vast eens zullen zijn als we maar lang genoeg zoeken naar waar we dan onze gedeelde overtuiging hebben. En het helpt altijd zo erg om ergens een soort gedeelde grond te voelen onder je. Want daaruit kun je juist dan weer samen sterk zijn, omdat je allebei iets anders kunt aanpakken of uitvergroten. Dan ben je ineens weer met dubbel zoveel kracht om iets waar te maken. Ja. En daar zit dan ook een beetje het geloof in van alleen gaat het je ook niet lukken eigenlijk. De verandering die jij ook wil bewerkstelligen, dat gaat alleen maar als je het samen doet. Of... Sterker nog, ik vind echt elke verandering die je in je eentje doorvoert, vind ik echt volstrekt waardeloos, zeg maar. Het heeft voor mij geen waarde. Ja, nee. Ik heb echt niet een persoonlijke ambitie om zelf als een veranderend mens door het leven te gaan. Ja, ik mag hopen dat ik elke dag wat leer. Hè. Dat geloof ik trouwens anders, ook. Ja, ja, maar dat is... Dat, En eigenlijk zei je volgens mij nu ook van... Dit is iets wat die manier van werken die gewoon zo bij jou hoort... dat die bijna voor jou eigenlijk zo logisch is. Maar of heb je er toch ook nog dingen aan gedaan om jezelf daarin te professionaliseren? En zou iemand daar dus ook iets aan kunnen doen? Als je zegt, dit is niet van nature wat ik heb. Wat zou je zo iemand aanraden? Volgens mij is het altijd zo dat iets wat al een soort een natuurlijke kwaliteit is die je hebt. Ik geloof er heel erg in van dat je
op die kwaliteit dat je jezelf misschien wel het meest ontwikkelt in je leven. Omdat je daar namelijk zo gevoelig voor bent. He, dus dat je in dat soort dingen kun je een 9 plus halen misschien in je leven. Terwijl de dingen die van nature niet zo bij je passen. Nou, laten we hopen dat je daar een voldoende op haalt op enig moment. En anders moet je er ver bij uit de buurt blijven. Want dan is dat gewoon iets waar je heel ongelukkig van wordt. Maar ook je omgeving heel ongelukkig van wordt. Hè? Word je iedere keer uitgedaagd op iets wat je dus niet kunt. Waar je geen voldoende in haalt. Dus ik denk dat ik inderdaad juist heel veel beter ben geworden in iets wat van nature bij mij past. En dat daarin een paar dingen mij persoonlijk heel erg in helpen. Kijk, het doorzien van situaties, het gevoel krijgen of sensitief zijn voor wat speelt hier nou eigenlijk. Misschien is dat een soort ding wat verder te ontwikkelen valt. En vervolgens de vaardigheid hebben om daar handig mee om te gaan. Ja. Dat zit hem soms in taal kunnen vinden die verbindt. Dat zit hem soms in werkmethodes kunnen aanroepen die helpen. Soms zit het hem trouwens ook gewoon in intelligent genoeg zijn om dingen op een hoger niveau aan elkaar te verbinden. Maar goed, daar kun je allemaal in oefenen en in trainen. Voor mij is een basisding wat ik nooit zal stoppen, is dat ik bijvoorbeeld 4 keer per jaar naar een coach ga. En voor mij zijn dat de momenten waarmee ik zeker stel dat ik een paar keer per jaar even weer heel goed nadenk. Heb ik eigenlijk nog scherp waar ik zelf voor gedreven ben? Heb ik mijn doelen nog voor ogen? En wat is nou hetgeen wat mij daar op dit moment het meest voor in de weg staat? Of waar loop ik tegenaan waar ik eigenlijk gewoon te veel bijvoorbeeld frustratie bij voel, waardoor ik er niet meer effectief in kan zijn? En dat zijn eigenlijk altijd heel grote vraagstukken bij mij. Vaak heeft het te maken met hoe je op een bepaald moment ervaart hoe een bepaalde omgeving is. Als we het concreet maken, bijvoorbeeld Heijmans, dat weten jullie ook, heeft een paar jaar geleden echt een heel lastige fase gehad. We gingen met slechte cijfers het jaar uit. Nou, dat snapt iedereen. Daar knapt geen mens van op. Nee. In het hele bedrijf niet. Dus het hele bedrijf komt in zo'n periode in een soort kramp terecht. En mensen gaan met... Dat is heel naar. Je hebt in die fase juist heel sterke samenwerking nodig. Maar mensen voelen zich allemaal een beetje bedreigd. Dus als je niet uitkijkt, gaat iedereen heel erg zijn eigen zichzelf beschermen. Zeg maar, hè? Dus het klein maken voor zichzelf. Ik ben heel gevoelig voor die situatie. En zie dat als een heel groot risico. Dit zijn dan thema's die bijvoorbeeld in zo'n gesprek met een coach... helpt het mij om eigenlijk dus een paar keer per jaar om even echt achterover te leunen en het hele grote vraagstuk voor mijzelf vast te pakken? En hoe kan ik hier nou iets in doen? Dus dan gaat het ver het niveau te boven van een klusje moeten doen. Daar kan ik altijd zelf wel oplossingen voor bedenken. Ja, tenminste, kom je wel weer in actie. Maar of je nog weet wat de essentie is waar echte doorbraken aan verbonden zijn, dat is vaak waar je in je gewone werkweek helemaal niet aan toe komt. En voor mij is eigenlijk de tijd die ik gewoon in mijn agenda plan met een coach. Misschien maakt het inmiddels wel helemaal niet meer uit wat die coach terug zegt. Nee. Maar het is gewoon daarmee. Ik heb voor mijzelf gewoon verzekerd dat ik daar tijd voor plan. En als je daar naartoe loopt naar zo'n afspraak in de dagen daarvoor. Ga je alvast even weer nadenken. Wat is het eigenlijk waar ik me nu het meest zorgen over maak? En dat zit hem dus altijd op een hoger niveau. Namelijk op niveau van wat in een kwartaal belangrijk is. En niet in een week. Dus dit is voor mij belangrijk. Maar eigenlijk is het ook mooi dat als je dus iedere keer erop gebrand bent om effectief te zijn in gesprekken en in de samenwerking tussen mensen, krijg je natuurlijk elke dag feedback op wat daar wel en niet in werkt. Ik zou eigenlijk zeggen van dat is een loop die eeuwig doorgaat. En kun je iets zeggen over wat daarin werkt en misschien ook wat niet werkt? Heb je daar iets van dat je concreet kan zeggen van nou ja, als ik dit doe, dan op een gegeven moment zie ik dat het dan niet... Voor mij ik heb al meerdere keren ontdekt in mijn loopbaan, dat de momenten waarop ik zelf eigenlijk te opgewonden raak over iets, dat is vaak dat je gefrustreerd of onmacht voelt, op een bepaald moment gaat het in de weg staan van nieuwsgierig zijn naar de mensen om je heen. En ik kan echt gewoon wel terugfilmen tot op de dag bijna, wanneer het me weer lukte in bepaalde moeilijke situaties om weer echt nieuwsgierig te zijn.
Toen ik bijvoorbeeld heel lang geleden, dat was al 2000 of zo, 20 jaar geleden. Toen was ik bij NS, werd ik manager in een omgeving waarin er echt een behoorlijke vijandige relatie was tussen de 700 conducteurs en machinisten en de manager die nieuw benoemd werd. Dat was ik. Hoera. Ja. En die mensen, daar was best een gespannen relatie, waar ik in het begin ook heel erg van in de war raakte, omdat ik dacht, goh, we gaan toch leuk hier samen goede dingen voor NS doen. En hoe kan het nou dat ik de hele tijd blijkbaar de persoon ben die te wantrouwen is? Maar voordat je het weet, word je zelf onderdeel van dat spel. En ga jij ook denken, oh, ik ga straks weer aangevallen worden op allemaal dingen. Ga jij steeds beter je muren optrekken? Maar dan word je zelf natuurlijk precies onderdeel van het probleem. Dus ik weet in die situatie ook dat ik gewoon, ik kan echt nog de dag bedenken dat ik ineens 's ochtends dacht, wat is er eigenlijk met deze mensen gebeurd? Wat hebben ze meegemaakt? Waardoor zij zo wantrouwig zijn naar de manager. En ik ben dat nu toevallig. Dus het feit dat ik toen weer echt nieuwsgierig kon zijn, was meteen een wereld van verschil. Want als je nieuwsgierig bent, heb je zelf last van die muur die je optrekt. Ja. En nou is dat in mijn leven een heel groot voorbeeld geweest. Want in die periode had ik echt te maken met stakingsdreigingen en allemaal ongeplande werkoverleggen. Hè, zo heette dat dan. Was eigenlijk gewoon allemaal werkonderbrekingen. Een ziekteverzuim wat volgens mij richting de 30% ging op dat moment daar in die regio. Daar was natuurlijk van alles aan de hand. Ja. En het moment dat ik weer inderdaad echt mijzelf niet zo bedreigd voelde, maar nieuwsgierig werd naar die andere mensen, dat maakte weer dat ik gewoon weer in mijn beleving effectievere dingen kon doen. Ja. Het heeft in ieder geval de wereld verschild voor mij. Ja. En ik denk niet dat er snel weer dat soort hele grote dingen zomaar voorbij komen. Maar dit kun je natuurlijk ook in het klein hebben. Je kunt ook helemaal uit verbinding zijn met collega's. Waar je misschien al 3 keer een lastig gesprek mee hebt gehad. Waardoor je eigenlijk inmiddels gaat geloven dat je elkaar een beetje in de gaten moet houden. Of je niet elkaar dwars zit. Wat er nu weer voor verrassing uit een hoge hoed gaat komen. En voordat je het weet, heb je daar allemaal aannames over, waardoor je met ontzettend heel sturend een gesprek ingaat. En nou ja, dat gaat nooit een goed gesprek worden. En dus nieuwsgierigheid is denk ik voor mij het codewoord. Ja, en daar doe je dus inderdaad die 4 keer per jaar iets aan om te kijken van ben ik dat nog? En is er ook nog iets waarvan je denkt dat doe ik eigenlijk bijna iedere week om die nieuwsgierigheid te houden? Of? Nou, het is wel zo dat ik was de laatste periode toevallig een paar keer kwam ik uit een overleg waar ik voorzitter was en dat ik dacht, ik ben er eigenlijk niet trots op hoe de deelnemers aan dit overleg, want onze gasten, hoe die waarschijnlijk nu hoe die weg zijn gegaan. Ik denk niet dat zij heel veel energie mee hebben gekregen uit dit overleg. En dat vind ik heel erg. Ja. Dus wat ik dan wel doe, is dat ik, dat voel je natuurlijk. Maar dat is ook, als ik zoiets voel, ga ik ook wel nadenken, wat kan ik hier aan doen? En hoe komt dit eigenlijk? Nou, wat kan ik eraan doen? Ik kan in ieder geval nog even wat nazorg gaan leveren. Hè? Dus dat doe ik dan ook. Dan ga ik mensen bellen en zeggen, goh, ik heb dat gewoon niet goed gedaan. Want ik ben verantwoordelijk als voorzitter voor dit overleg. En ik heb het idee dat jij niet met extra energie hier weg bent gegaan. Ja. Dus excuses daarvoor. En dan, dus ik doe dat in de persoonlijke relatie. Ja. Vaak ga je daarna nog even over de inhoud verder praten. Ja, ja. En natuurlijk denk ik dan ook, oké, maar dan moet ik ook in mijn team moet ik dit verder gaan bespreken. Want het feit dat dit is gebeurd, komt ook ergens vandaan. Dus daar moeten wij samen. Daar wil ik niet alleen in staan als voorzitter. Nee. En ik ga dan nog een stapje verder, ook bij mezelf na. Mm. Hoe kan het nou eigenlijk dat ik blijkbaar niet in het overleg heb bij kunnen sturen, terwijl ik ook in dat overleg het wel voelde. Maar vaak gaat dat bij mij over een gebrek aan voorbereiding. Dat ik dan eigenlijk toch te veel mijn dag ben ingegaan met het idee, oh ja, wat heb ik allemaal voor afspraken? Nou, oké, je staat op een bepaald moment aan de start en je gaat rennen. Ja. Terwijl als ik de avond van tevoren of wanneer dan ook maar beter heb nagedacht van wat is nou eigenlijk de essentie van dat overleggen? En wat wil ik daar bereiken? En dan ga ik er rustiger in. En als ik rustiger ben, kan ik ook beter dat overzicht houden, nieuwsgierig blijven, bijsturen in het moment. Daar zit dan ook, op zijn minst ben ik er dan zelf krachtiger in. Ja. Dus volgens mij heb ik nu 3 dingen gezegd die ik dan dus bijvoorbeeld doe. Ja. En dat zijn wel echt allemaal acties. En zou je dan ook, als je dat op dat moment denk je, zou je het dan ook benoemd hebben in het overleg, als je het dan voelde gebeuren? Ja.
Want ik ben ook wel echt iemand die in een overleg af en toe het time-out teken even gebruikt. Ja. Want vaak namelijk als het niet zo goed gaat, is dat niet het moment waarop het stilvalt in een overleg. Meestal rolt dan iedereen over elkaar heen en moet je zelfs al iets doen om überhaupt even het stil te leggen. Hè? Ja. En dus ik doe dat vaak door gewoon even een time-out teken met mijn handen te doen. Ja. En volgens mij helpt dit niet wat er nu gebeurt. Of laten we even kijken, welk probleem proberen we hier nou eigenlijk op te lossen? Of zullen we ook nog even vaststellen, wie heeft er eigenlijk op dit moment een probleem? Want voordat je het weet, dat kennen jullie vast ook, in omgevingen waar veel inhoudelijk gedreven mensen zitten, die gaan heerlijk op de inhoud vol een onderwerp in. En ik denk soms, maar waar gaat dit eigenlijk over? maar het gaat erom dat ik op dat moment even niet meer kan. Ik kan hem op een ander niveau niet begrijpen. Ik kan niet begrijpen waarom het relevant is dat we daar zoveel tijd aan besteden. Wat levert dit nou op? En daar ben ik, als ik dat voor mijzelf niet kan beantwoorden, weet ik ook niet meer hoe ik een bijdrage kan leveren. Dus eigenlijk sta ik dan op het punt om uit te checken. En dat wil ik niet. Ik wil meedoen. Dus dan moet ik even weer eerst in kunnen checken door even weer samenscherp te hebben. Welk probleem proberen wij hier nou op te lossen? En vaak helpt dat overigens enorm. Ja. En het helpt ook heel erg, ook weer in het kader van, kun je daar dingen in leren? Natuurlijk heb ik daarin ook geleerd om steeds meer repertoire te hebben. Wat je dan voor zinnetjes kunt zeggen. En dat heb ik niet op een lijstje staan. Maar je wordt daar gewoon steeds handiger in. En ik weet heel goed dat het altijd beter is om het luchtig te doen. En om er een grapje bij te maken. Dan om een soort strenge juffrouw te worden. Die iedereen op de vingers tikt. Dat wil ik ook helemaal niet. Nee, want voor dit soort type gesprekken is natuurlijk, als je het dan toch ook, is dan ook iets van veiligheid nog iets waar je, wat een woord is waar je iets mee hebt of niet? Nou, nee en ja. Kijk, weet je, er zijn twee woorden die met een V beginnen die altijd nogal lastig liggen. Dat is veiligheid en vertrouwen. Mm-hmm. En vanaf het moment dat iemand dat woord noemt, is het per definitie even niet meer veilig en even niet meer vertrouwd. Dus ik denk, ik heb zelf wel moeite ermee als mensen bijvoorbeeld eisen stellen over het moet hier veilig zijn of het moet hier te vertrouwen zijn. Ja, ik denk altijd, het begint ermee met hoe ik vertrouwen wek. Ja. En het begint ermee hoe ik niet wantrouwig ben dat iemand anders niet veilig zou zijn. Dus ik ga er in die zin, ja, ik weet niet, dat is misschien ook je mazzel als je zo geboren bent. Maar ik twijfel er ook gewoon niet aan. Nee. En zelfs als iemand een beetje rottig zich uit, denk ik nog steeds, oh ja, maar zo bedoelt hij het niet. Dat denk ik echt. Ik hoef daar niet een knop voor om te zetten, maar dat is mijn aanname. Dus ik kan misschien soms teleurgesteld raken dat iemand toch niet het goede met mij voor heeft. Maar eerlijk gezegd, als ik daar nu één voorbeeld van bij probeer te bedenken, komt er niks in me op. En dat is wel. Dus ja, ik zit er heel erg gewoon in van als je je zorgen begint te maken over veiligheid en vertrouwen, moet je zelf harder werken om het te wekken of om het te creëren. En dat doe je door jezelf bloot te geven. Tenminste, zo doe ik dat. En ik heb daar goede ervaringen in. Dus ja, vanuit die optiek zou ik het iedereen aanraden. Ja, dat is dus ook wel mooi dat je dat zo zegt. Want ik geloof in een bepaalde manier ook dat ik daar niet zo moeite mee heb om die kwetsbaarheid te tonen. Maar ik denk dat het ook wel ergens zit als ik wel heel nadrukkelijk iemand krijg die daar dus niet goed op reageert. Dat er dan ook iets gebeurt. Ja. Ik begrijp dat heel goed en ik denk dat ieder mens dat zou hebben. Dus ga daardoor vooral niet twijfelen aan jezelf. Ja. En je triggert me wel op meerdere zaken. Even kijken wat ik eruit wil pikken. Volgens mij dat natuurlijk helpt het om een omgeving te hebben waarin mensen op zijn minst ook nieuwsgierig zijn naar jou. Als je dat nooit tegenkomt, zou het ook wel een beetje de vraag voor mij persoonlijk zijn, wat maakt het eigenlijk interessant voor mij om hier met volle zaligheid in te stappen? Weet je wel? Kijk, ik heb niet de ambitie om voor iemand een soort loophondje te zijn. Daarvoor heb ik toch net iets te veel respect voor wat er in mijn hoofd ook zit. Hè? Dus, en ik wil dolgraag meedoen. Ik hoef echt niet mijn eigen wedstrijdje te spelen. Ik wil heel graag in een team spelen. Maar dat betekent dus wel dat ik dan ook iets wil kunnen bieden. En als ik iets wil kunnen bieden, dan is dat nodig dat andere mensen daar ook een beetje naar willen
luisteren of, en of dat het er mag zijn. Dat is beter gezegd, dat het mag zijn. En daar kun je ook best feedback op geven als je dat niet zo ervaart. Want heel vaak, ik merk zeker in de omgeving, laten we er geen doekjes om winden, hè, van waarin je een wat mannelijke energie hebt. En dat gaat niet alleen over het verschil tussen mannen en vrouwen, maar dat gaat ook over... Nee, dat kan ook, En dat ervaar ik wel. Dat is wel gewoon de dominante cultuur in een wereld waarin die projectdeadlines zo hard zijn en waarin, nou ja... dus de risico's zo groot zijn, hè? Of als er iets fout gaat, zijn de consequenties groot, dat soort... Ja, maar dus dan ook daar denk ik, ik wil graag zelf ook aan andere mensen vertellen wat ik van ze nodig heb. En als ik daar nooit van hoor dat ze zich daar iets van aan willen trekken, ja, dan is het op een bepaald moment voor mij niet meer interessant. Hè? Dus dan waarschijnlijk ga ik dan een keer stoppen, maar eigenlijk heb ik dat gewoon nog nooit meegemaakt. Want ik heb namelijk altijd ervaren dat als je dat bespreekbaar maakt, en op een persoonlijke manier... Niemand zegt, ja, maar ik vind jou gewoon niet interessant. Dat zegt niemand. Waarschijnlijk denkt ook niemand dat. Het is namelijk ook hun verspilling van geld als ze jou dan wel op de loonlijst hebben staan. Dus het gaat er natuurlijk wel om hoe je dingen bespreekbaar maakt op een manier waarin je de ander niet afschiet. Dus kijk, ik weet ook wel dat als ik te maken heb met mensen die denken in acties en in heel concrete opdrachten, dat ik even aan de bak moet om te zeggen, goh, ik vind hartstikke. Ik merk dat jij altijd met een lijstje met 5 punten ons gesprek inkomt. Ja. Weet je, laten we afspreken. Dat lijstje ga ik altijd van jou aanpakken. Zullen we afspreken dat we daar 5 minuten de tijd aan besteden? Want ik wil namelijk ook tijd met jou besteden aan de dingen waar ik met jou eens even over wil klankborden. Ja. Want dan kan ik eerst erkenning geven aan dat iemand wat dingen bij mij wil kunnen droppen. Ja. Fair enough. Hè? Dat hoort altijd ook soms bij. Ja. Alleen, ik wil ook iets. Ja. En als ik daar geen ruimte voor vraag, kan die ander dat niet raden. Nee. En dit klinkt toch, tenminste, ik vind zelf als ik dit zo vertel, dat daar niks onredelijks in zit. En dat het niet dat ik niks oneerbaars vraag aan iemand. Maar daarmee neem ik wel zelf ook verantwoordelijkheid voor hoe dat contact eigenlijk gaat. We hebben nu toch weer een fantastisch gesprek gehad. En als we nu nog eventjes kijken naar wat de opgave, de energietransitie, de 1 miljoen nieuwe woningen. Kunnen we daar nog iets wat we de sector willen meegeven? Of mensen dat wij gewoon even ook, nu fixen in deze laatste 5 minuten. Fixen. Nee. Maar ik, een van de vragen die ik nog wel had in het vorige gesprek met Thomas. Een leuke jonge, ambitieuze jongen in de bouw. Die op een gegeven moment eigenlijk wel zei van ja, maar het is zo logisch dat we... Dat we het anders moeten gaan aanpakken. En hij had zoiets, ja, dat hebben wij in de studie ook al geleerd. Je werkt samen met verschillende disciplines en daar komt dan iets heel nieuws uit. En helemaal. Maar hij zei, ik vind het nog best wel lastig om in de sector mijn plek te vinden. Met dit hele nieuwe en in het bestaande, hoe ik daar dan mijn plek moet vinden. En ik zei tegen hem, van ja, volgens mij is dat echt zowel aan de overheid als de bedrijvenkant heel veel... behoefte aan jonge mensen die dus inderdaad op een nieuwe manier kunnen samenwerken en zo. Maar heb jij nog dat je denkt een tip voor dat soort jonge luisteraars? Ik denk dat, en hopelijk alle luisteraars, iedereen, iedereen jong van geest. Ja, dat ook. Ja. Nou, volgens mij is het, wat mij persoonlijk altijd helpt, is om, als je denkt, hey, het zou toch anders moeten, om niet te gaan strijden tegen wat er nu op een bepaalde manier loopt. Want daar is een reden voor, dat belonend gedrag is. Ja. En dat die reden zit vaak niet eens in 1 persoon of in 2 personen, maar die zit vaak in het hele systeem waarin je opereert. Dus wat voor mij altijd werkt, is om dat niet te betwisten. Maar om ruimte te creëren waarin je het anders kunt doen. Op een, als we het dan hebben over veiligheid, op een veilige manier. Dus waarin je op een andere manier succesvol kunt zijn. En dan te kijken of dat weer een olievlekwerking kan krijgen. Want als je de discussie wil aangaan tegen de gevestigde orde. Maar dan bedoel ik dat in alle, dat bedoel ik mooi. Hè? Want er, nogmaals, er is een reden waarom dingen zo zijn. Als je dat ontkent,
dan doe je echt de mensen onrecht die nu daarin succesvol zijn en ook mooie resultaten dus neerzetten. Dus dan, je moet het niet willen bestrijden, je moet het willen, in mijn beleving, moet, maar je moet het willen begrijpen. Wat zijn hier nou de prikkels die maken dat het nu gaat zoals het gaat? Kan ik dat wat ik net iets anders wil, kan ik daar een plek voor maken, plek en tijd voor aanwijzen? Zoals Caroline Gerels altijd mooi zegt. Ja, ja. Waarin je het op een andere manier probeert. En kun je dan kijken, kunnen we iets van wat hier werkt, kunnen we dat inbouwen in dat grotere systeem? Niet omdat het fout was, maar omdat we nu iets anders nodig hebben, waardoor we een aantal dingen bij moeten sturen. En dan is het, in mijn beleving gaat het vaak over dingen, over hoe hermetisch de scope van een project is afgebakend. Zowel in de breedte als in de tijds, de termijn waarop je impact verwacht. Want zeker voor al die grote opgaves gaat het er zo sterk over hoe we ons geld in Nederland goed inzetten. En hoe we die kostbare, schaarse uren die we beschikbaar hebben van onze vakmensen, hoe we zorgen dat al die uren die zij besteden, dat oplevert. En dan voor de lange termijn doelen die we allemaal willen halen. En in mijn beleving vraagt dat iedere keer erom, om niet alleen maar je blind te staren op projectgrenzen. Maar om iedere keer te kijken naar, waar is dit een stap op weg naartoe? En hoe voorkomen we dat we met die stap een heleboel afbraak doen op andere dingen die ook moeten gebeuren? En dan moet je dus in de breedte kijken. En ik snap heus wel dat je uiteindelijk altijd op het punt moet komen dat iemand iets kan gaan doen. Je kunt niet eeuwig alleen maar dingen in de breedte en, en op de lange termijn bekijken. Maar het vermogen om dus inderdaad niet met z'n allen alleen maar in projecten te denken, dat kun je best toevoegen in mijn beleving. Ja, want wat die Thomas ook zei, hè, dat hij toch ergens wel het gevoel had dat het ook heel moeilijk is om dit te doen in de bestaande organisatie. Omdat die nou eenmaal ook helemaal zo is ingericht via die beloningsstructuur van het huidige. Ja. Want hij zei, ja, je zou eigenlijk een groepje mensen eruit moeten halen en iets nieuws gaan doen. En ik weet dat ik wel eens met jullie bij Heijmans heb gesproken met iemand die ook over innovatie ging. En die zei, ja, dat hebben wij een tijd ook wel gedaan, maar zijn we ook wel weer van afgestapt. Want dan vernieuw je alleen op dat kleine stukje en niet in je primaire proces. Ja. Ja, dat inderdaad zijn wij iedere keer op zoek naar hoe je aan de ene kant wel speedbootjes kunt creëren waarin je vernieuwing wilt zetten, maar niet op een manier dat de gave club is en dat de rest de losers zijn. Ja. En dat je dus daarmee überhaupt al nooit meer bij elkaar wilt horen. Hè, dus, want overigens zijn wat ik dan net zeg maar zei van wat de losers zijn, ja, maar dat zijn wel de mensen die het meeste geld verdienen. Hè? Dus zijn zij dan wel de helden. Dus voordat je het weet krijg je dus een boven-onder discussie. Wie is eigenlijk, wie snapt het wel en wie snapt het niet? Nou ja. Het helpt nooit als je samen wilt veranderen. Dus ik vind inderdaad van dat je voorzichtig moet zijn om dingen helemaal op afstand te plaatsen. Op zijn minst wilt het blijven voelen als gezamenlijk succes. Ja. En ik heb daar niet echt een fantastisch recept voor hoe je dat gewoon even moet doen. Maar creëer jij nou wel eigenlijk altijd ook wel ruimte in je overleggen met je team en zo voor dat soort lange termijn dingen? Is dat altijd wel iets wat ook op de agenda staat naast? Ja, ja. En ook wel vanuit het besef dat je soms als je in die operatie van de dag zit, lukt het soms niet om je hoofd op een andere koers te zetten. Dus wij kiezen er ook regelmatig voor om juist de onderwerpen die vragen om wat meer rust en beschouwing, om die juist niet in een gewoon overleg te doen, maar even op een ander moment, op een strategiedag of zo. Ik denk dat helpt om dan weg te blijven bij dat even aftikken van punten. Wat bijna altijd tekort doet aan het onderwerp. Dus we zijn zelfs zo ver gegaan dat we bij hem als een apart gebouw hebben gekocht. En daar een aantal activiteiten onder brengen waarin we ook een andere werksfeer, werkcultuur willen maken. Bijvoorbeeld met het leren van fouten. Hè? Dus waarin je elke week of elke maand wil afsluiten met wat zijn nou de grootste fouten die we hebben gemaakt. Hoera! Hier kunnen we dus wat van leren. En dat is een omgeving die je natuurlijk, ik snap ook wel dat je dat niet in heel Heijmans ineens moet willen inbrengen. Maar als we nou een omgeving maken waarin dat wel de cultuur wordt, kun je daar dan weer dingen van afschrapen en het breder inzetten. Of kun je mensen uitnodigen vanuit de grote organisatie die af en toe eens even meedoen, waardoor je gaat blenden. En nou, ik denk ik geloof erin dat dat in ieder geval maakt dat je er samen trots op kunt blijven. Ja. En misschien mijn laatste vraag wel. Wij als Bouwagenda hopen echt nu op een minister voor de bouw.
Volgens mij zou jij een hele goede zijn, maar dat terzijde. En we hopen ook sowieso wel eigenlijk op een vrouw. Wat zou jij haar... Heb je een advies? Nu zou ik eigenlijk iets heel verstandigs moeten gaan zeggen. Ja, en dat is dus ook, de vraag is dus misschien ook te groot, hè? Maar wat, ja. Misschien dus ook wel iets kleins, waarvan je in ieder geval denkt, om naar het innovatiecentrum van Heijmans sowieso. Maar... Nou, dat zeker uitgenodigd. Ja. En ik mag hopen van dat als die nieuwe minister van Bouw er is, of van ruimtelijke ordening, of weet ik wat, de opgaves in de gebouwde omgeving. Ja. Dat die vooral inderdaad verkent in wat zijn de partijen die hier allemaal met goede intenties zo hard mee aan het werk gaan. Dus ik geloof er heel erg in van dat je die partijen wilt ondersteunen, aan hun zij wil staan om de volgende stap te maken waarin je weer samen denkt, oh ja, dit was goed. In plaats van dat je achter een bureau gaat zitten en nieuw beleid gaat maken. Ik geloof daar zelf niet helemaal in. Ik denk, het zit hem juist, onze sector is zo mooi, omdat je ook zo lekker praktisch dingen tot stand brengt. En ik geloof er dat daar ook de energie op zit. Dus kunnen we iedere keer weer dingen doen, daar weer wat van leren. Dat leren kan beter, hè? Kunnen we beter leren van de dingen die we doen. Ja. En dan weer door. En kunnen we erkennen dat we de capaciteit die in de markt zit, dat we die keihard nodig hebben om al die opgaves te doen. Dus zullen we stoppen met elkaar bevechten. Ik kan niet ontkennen dat we natuurlijk iets moeten met aanbestedingen. Ik snap welk probleem we daarmee vanuit het verleden moesten oplossen. Maar het kan niet. We moeten blijven denken waar weer de volgende stap daarin is. Hoe we die capaciteit goed inzetten. En daarin niet energie verliezen aan verkeerde discussies. Namelijk discussies die geen impact hebben voor de mensen in Nederland die gewoon een goede gebouwde omgeving willen. Eigenlijk kort samengevat ook misschien. Dus we gaan inderdaad samen met ons leren. Ja. In concrete... Ja. Met concrete profileer je als een pragmatische minister. Want dat is nou net de charme van deze sector. Ja. Ja. Mooi. Ik heb met een grote smile in dit gesprek gezeten. Wat goed. Dankjewel. Dank jullie wel.